Hey, goedemorgen. Het is vrijdag 9 oktober en het is 5:15. Ik was om 3:30 wakker. En toen kon ik niet meer slapen. En net dacht ik, nee, ik moet opstaan. Yes. Zo, het is 7:00. Ik heb 2 vlogs geëdit. Ik heb ontbeten. Verdi is wakker. Die is gaan douchen. En ik denk dat ik gewoon verder ga met editen. Ik ben niet moe. Dus over 2 uurtjes ga ik lunchen en dan waarschijnlijk slapen. Ik weet het niet. Zo, het is 10:00. En ik ben lekker koffie aan het drinken. En ik kijk de Koning Jodie's. Als mijn koffie op is, ga ik even lekker douchen. Ik moet alleen nog even stofzuigen. Ik heb echt alles opgeruimd, afgenomen, afgestoft. Nog even een wasje ophangen, maar daar gaat Freddy me zo mee helpen. Want het zijn de, zeg maar, beddengoed en zo. Freddy zijn boodschap genoeg. Dus dan moet hij me straks even mee helpen. En dan alleen nog even stofzuigen. Weet ik niet, als ik klaar ben, even eten, kijk hoe moe ik dan ben. Misschien dat ik nog even ga filmen of zo. En dit is mijn lunch: 2 pistoletjes uit de oven met salami en kaas. En het is 11:30. Ik heb echt zwaar last van Estheldrank. Jeetje. Vanmorgen toen Verdi boodschap ging doen, toen zei ik tegen hem dat hij Dettol moest smeren in mijn allesreiniger. Want ik moest daar gewoon mee schoonmaken. En dan heeft hij een roze mee. Wacht, ik ga hem laten zien. Kijk, deze roze Dettol, die ruikt zo lekker. Echt niet normaal zo lekker. Dus ik heb alles schoongemaakt. En gestofzuigen. Het wijnen moet ik nog doen, maar dat doe ik later. Want daarna komt het zo. Jeetje. Het is echt. Dat ik denk, oh, ik moet alles schoon. Ik had echt een sopje gemaakt. Emmertje, ik heb al deuren, deurpassen, deurklik. Vertel eens wat leuks dan. Ja? Ik ben bij Siska. En ik heb net de Frozen film gekeken. En dan kijk ik deze filmpje. En wat heb je gegeten? Cake. Wat voor cake? Chocolade. En hoeveel plakjes? 2. Oh, wat heb jij gegeten dan? Ja, dat hebben we wel gezien. Kijk, laat me zien wat je gegeten hebt. Kijk, doe maar. Ze denkt, hé, zit er nog meer in? Die schil is niet lekker, hè? Wil jij nog wat vertellen? Nee. Nee. Hoop dat wanneer dit filmpje online staat. Dan is er al een baby. Is het mama? Oh my god. Ja, echt, hè? Baby. Baby, dan ben jij de kleinste. Nee. Nu ben jij nog de kleinste vriendin. Oh, ik ben zo moe, hè? Ik ben al vanaf 3:30 wakker. Daarna en de meiden zijn trouwens net weg. Ik heb lekker thee gedronken. Lekker chill op de bank gehangen. Ze had gewoon eten voor ons meegenomen. Hè? Gewoon avondeten. Echt. Dat is echt een goeie helemaal. Nu we allebei. Oké, Freddy is dan wel weer een beetje beter. Maar weet je, het zijn spannende dagen. Dat neemt echt veel energie. Dus ja. Dat is een goede set. Het is nu 4:30. Ik ga heel even mijn ogen dicht doen. Ik hoop het. Ik wou vanmiddag ook al slapen, maar toen kreeg ik die Nesteldrank. Freddy heeft lekker eten gemaakt. Zijn saucesje met aardappelen, spruitjes. Oh. Ik zat op Instagram, even bij mijn foto's, en toen zag ik wat. Ik ben 38 weken zwanger en een paar dagen. En moet je deze foto zien. Dit was toen we aan het stappen waren geweest. 34 weken geleden. Hier was ik gewoon al zwanger. Hier was ik al zwanger. Hier was ik al zwanger.
Deze is 38 weken geleden. Deze ook. Hier was ik nog niet zwanger. Hier was ik al wel zwanger. Dit is trouwens mijn Instagram. Mocht je me nog niet volgen, gewoon Siska Lara. Ik ben zo moe, maar ik ben bang dat ik niet kan slapen. Hey, ik ga slapen. Wel rusten. Tot morgen. Doei. Be your own kind of beautiful.